Welke aanpassingen zijn nodig om Nederland bereikbaar en leefbaar te houden? En wat kost het eigenlijk? Voor de verkiezingen van volgend jaar hebben verschillende politieke partijen in partijprogramma's maatregelen opgenomen voor op het gebied van mobiliteit. Daarom hebben het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving verschillende maatregelen doorgerekend. Op het gebied van de auto, openbaar vervoer, de luchtvaart, goederenvervoer, verkeersveiligheid en de fiets. Het mobiliteitsprobleem is complex. Het gaat zowel om bereikbaarheid als om verkeersveiligheid, als om klimaat, als om luchtkwaliteit. Dat vraagt om politieke keuzes. Om de drukte in de spits te verminderen zou een slimme spitsheffing kunnen helpen. Maar ja, maakt autorijden natuurlijk wel duurder. Een ander belangrijk knelpunt is verkeersveiligheid. Jaarlijks vallen in het verkeer veel slachtoffers. Verplichte fietshelm voor kinderen tot en met 12 en berijders van een elektrische fiets zou bijvoorbeeld veel slachtoffers kunnen schelen. En dat tegen relatief beperkte kosten. Voor het klimaatprobleem is de overstap naar elektrisch rijden heel belangrijk. Voor de luchtkwaliteit helpt al enorm als bestaande technologie goed wordt gebruikt en de regels goed worden gehandhaafd. De coronacrisis heeft effect op mobiliteit, zeker op de korte termijn, maar mogelijk op de langere termijn. Onze analyse richt zich op 2030 en houdt rekening met onzekerheid. En daarmee blijft onze analyse relevant. Maar welke oplossingen gekozen worden, dat is aan de politiek.